Klik. Hoi allemaal, voordat ik deze video begin, doe ik even mijn timer aan. Want deze video gaat precies 10 minuten duren. En plop, start. Oké, 10 minuten gestart. De reden dat ik deze video maak is eigenlijk omdat ik vandaag heel weinig tijd heb om te editen. En omdat ik al heel graag een tijdje een strip down challenge wil filmen. Dat betekent dat je 10 minuten lang gaat praten zonder make-up. Althans, de meesten doen het ook zonder make-up, omdat het nog meer een strip down challenge is op die manier. En zonder knippen en plakken en editen en bewerken aan het filmpje. Dus dit filmpje is niet bewerkt, niet geknipt, helemaal niets. En dat is eigenlijk al heel erg moeilijk, want ik knip veel, ik bewerk veel, ik vind dat super leuk om te doen. Maar het vormt natuurlijk ook de dingen die je wilt vertellen. Dus elke keer dat je even tussendoor aan het nadenken bent of er gaat iets mis tijdens het filmen, dan laat je dat misschien als grapje erin, maar niet elke keer, want dan kom je niet zo slim over en dan is eigenlijk het thema van het filmpje gaat dan eigenlijk opeens heel ergens anders over. Omdat ik soms nogal kan afdalen en die dingen die knip ik er dan uit, zodat ik wel bij het thema blijf, maar dat kan ik nu dus niet doen. 10 minuten praten ergens over, ja, waarover zal ik gaan praten? Want dat is dus eigenlijk ook een beetje het idee, dat je gewoon 10 minuten gaat babbelen en helemaal niks in je hoofd hebt. Wat ik wel dacht, misschien is leuk om te vertellen, omdat dit natuurlijk, Strip Down Challenge, gaat erover. Het is trouwens bedacht omdat een meisje een Instagram account had, dat groeide heel erg, toen werd ze een Instagram model. Elke dag was ze alleen maar bezig met de perfecte foto maken. En op een gegeven moment heeft zij in het nieuws naar buiten gebracht dat zij daarmee ging stoppen. Omdat ze zoiets had van, het beïnvloedt heel mijn leven. En eigenlijk zet ik mezelf op een hele andere manier neer dan dat ik eigenlijk ben. En dat past niet meer bij mij. En eigenlijk heeft ze daarmee ook een beetje een statement gemaakt van hoe nep social media eigenlijk wel niet is. En de YouTubers die hebben daarop ingespeeld door deze challenge te beginnen. En dat vind ik zelf echt heel erg goed. Want het is inderdaad zo, je kan iedereen op een bepaalde manier naar buiten brengen. Dat zie je in tv-programma's ook al heel erg. Al bepaalde dingen worden zo geknipt en bewerkt. Dat ze eigenlijk jou een bepaald karakter kunnen geven. Al dan in een real life soap of als in een serie of wat dan ook. Ja, daar kunnen ze gewoon heel erg veel mee en laten een bepaalde kant van jou zien. En dat kun je dus ook op je eigen YouTube kanaal doen. En dat is heel erg leuk als je het goed kan. En dat geeft ook meestal echt geweldig leuke filmpjes. Want snel geëdite filmpjes, goed geëdite filmpjes, vind ik zelf echt super leuk om naar te kijken. Want je haalt gewoon echt de allerbeste dingen van jezelf eruit. En dat maakt het gewoon entertainment om naar te kijken. Maar soms moeten mensen het wel een beetje laten zien van, het is niet allemaal echt. Kijk, zo snel gaat het praten niet in het echt. In het echte leven kun je geen foutjes eruit halen. En zo gaat het ook met foto's op social media. Je gooit eigenlijk alleen naar buiten wat je zelf wilt. Dus meestal zijn dat gewoon de leuke dingen en de mooie dingen. Als je iets, een foto hebt, dan bewerk je die even. Haal je even je wallen weg of een filter eroverheen. En ja, ondanks dat we dat allemaal wel weten, zijn er toch, denk ik, heel erg veel mensen die daar onzeker van worden. Omdat zij denken dat het toch wel realiteit is. En daardoor vind ik dit soort video's gewoon super goed om te laten zien wat de realiteit is. Hoe je zelf in het echt bent. En gewoon even stil te staan bij het feit dat social media gewoon eigenlijk gewoon is hoe jij wilt dat het is. En dat we niet onzeker moeten worden als we een perfecte foto zien bij iemand anders. Want je moet jezelf niet vergelijken met anderen. En je ziet ook niet altijd dit soort filmpjes van hoe die mensen er nou eigenlijk in het echt uitzien of praten of doen. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om het uiterlijk. Maar ook hoe je jezelf doet voorkomen. Ik kan wel heel grappig gaan doen en dan alleen de hele grappige stukjes eruit halen. En dan ben ik eigenlijk een veel vrolijker persoon. Dus vandaar dat ik nu even wil proberen om een echte Disney te zijn. Ja. Wat mij veel heeft doen nadenken de laatste tijd is lezen. Omdat ik gewoon heel erg veel bezig ben met dit soort onderwerpen. Het is een beetje aan
niet aan het verschuiven, maar ik heb veel geleerd over fitness. Ik heb veel geleerd over je lichaam, gezondheid. En ik merk dat daarbij eigenlijk een hele grote rol speelt. Motivatie. Waarom willen mensen eigenlijk afvallen of afslanken? Waarom willen ze een bepaald figuur hebben? Maar waarom zijn we nou eigenlijk zoveel met uiterlijk bezig, met zelfverzekerdheid bezig? Ik merk gewoon dat ik steeds meer interesses krijg in die kant ook. Misschien komt het ook al omdat ik met yoga ben gaan combineren met fitness. En dat bij yoga mijn hoofd wat meer ideeën krijgt, prikkels krijgt over... Maar hoe zit dit nou eigenlijk en waarom denk ik op die manier? En hoe kan ik rustiger worden, minder stress hebben in het leven? Want ja, dat is eigenlijk toch wel de key ook voor gezondheid. Zo min mogelijk stress hebben, zo veel mogelijk jezelf zijn. Hele moeilijke dingen waar ik veel mee te maken heb in mijn leven en die ik dus wil gaan onderzoeken. Dus ik ben meerdere boeken gaan lezen. Ik ben natuurlijk begonnen met, zoals jullie misschien wel weten, van mijn vlogs Genadeloos in Helweek. En eigenlijk door de Helweek ben ik zo gaan nadenken dat ik meer interesse heb gekregen daarin. En nu ben ik klaar met het boek De Moed van Imperfectie van Brené Brown. En ik heb het niet bij de hand. Normaal zou ik gewoon een boek erbij pakken en af en toe even wat dingetjes zien die ik weer herken en dan knippen. Maar ja, nu mag ik niet knippen en ik ga ook geen boek erbij pakken. Dus ik ga even wat dingetjes bedenken die in mijn hoofd kwamen over dat boek, die mij echt een inzicht hebben gegeven. Ja, dat was bijvoorbeeld een moment. Ik heb zelf een dochter natuurlijk, Yola. En ik vind dat hoe je over jezelf denkt, geeft eigenlijk een hele erge reflectie op jouw kind. En automatisch wordt jouw kind meestal ook zo. En heel vaak wordt er gesproken over jeugdige dingen, over dingetjes die een trauma hebben veroorzaakt of dat soort dingen. En dat jou dan vormt. Maar ik ben van mening eigenlijk dat het ook in hele kleine dingetjes kan zitten. Hoe jij bent opgevoed. En daar wil ik even een voorbeeld bij noemen. Dat beschrijft zij dus in het boek. En dat vind ik een hele goede beschrijving. Zij loopt op een gegeven moment in een winkel. Ze moest even snel naar een winkel toe. Haast. Haar even snel in een knot. Weet ik veel. Joggingbroek aan. In ieder geval, het was gewoon even snel. En haar dochter die is mee. En die zegt, mam, mag ik ook nog even naar de schoenenafdeling? Dus haar moeder denkt eigenlijk al een beetje bij zichzelf van, nou ja, ik had eigenlijk de bedoeling om hier weer snel weg te zijn. Maar goed, haar moeder gaat met haar mee naar de schoenenafdeling en daar staat een heel leuk liedje op. En haar dochter van volgens mij een jaar of 11, die begint voluit een dansje te doen die zij kent op dat nummer. En verderop staan er twee vrouwen en dat zijn echt van die Miss Perfects, helemaal met hun haren gesteld, gewassen. Mooie kleding aan, hakken aan en hun staan rustig ook naar schoenen te kijken. En op het moment dat haar dochter begint te dansen, beginnen deze twee vrouwen te kijken zo van, wat doet zij? En je reactie als ouder is hier dus eigenlijk heel erg belangrijk. Want op het moment dat jij zoiets ziet, zou je misschien door de reactie van de vrouwen, zou jij misschien tegen je dochter zeggen, niet doen, doe even normaal. Kom even hier. Maar eigenlijk is het dus de kracht om, wat zij dus ook op dat moment heeft gedaan, is om je schaamte, dat is ook waar deze vrouw onderzoek naar doet in dit boek, schaamte, om je schaamte opzij te zetten en te denken, op dit moment kun je eigenlijk je kind een soort onzekerheid geven. Want als jij zegt, hou eens even op, doe normaal, dan doet zij op dat moment dus niet normaal volgens jou. En volgens haarzelf, want zij hoort dan dat je dat zegt. Dus zij denkt, sorry, nee, dat moet ik natuurlijk niet doen. Maar haar moeder die is volop gaan meedansen, naast haar gaan staan. Ja, inderdaad, leuk dansje. En ondertussen tijd dacht ze, oh mijn god. Maar het is supergoed. Want ze heeft haar dochter op dat moment laten zien wat zelfverzekerdheid is. Of in ieder geval, zelfverzekerdheid is misschien weer een beetje anders. Een beetje onzekerheid is natuurlijk ook niet slecht. Maar ze heeft in ieder geval laten zien dat je best van jezelf mag houden. En als je iets wilt, dan kun je dat best doen. Ze beschrijft trouwens ook in haar boek dat schaamte, dat dansen in het openbaar, een van de meest moeilijke dingen is waar mensen hun schaamte opzij zetten.
Dus in het openbaar dansen schijnt nog moeilijker te zijn voor mensen dan bijvoorbeeld in het openbaar zingen of spreken. Dat vond ik eigenlijk wel een hele aparte. En dat heeft zij dus onderzocht door heel veel gesprekken aan te gaan met mensen en ja, allerlei onderzoeken te doen. Dus dat was wel echt een heel mooi voorbeeld uit haar boek. 10 minuten! Wow, dat ging echt heel erg snel! Nou, ik hoop dat jullie wat hadden aan deze video. En niet geëdit trouwens, want dit is mijn wekker. Nog een voordeel, ik ben vandaag lekker snel klaar met deze video. En wil nog heel snel erachteraan vertellen. Ook een van de redenen dat ik deze video ben gaan maken, is dat ik heel weinig tijd had vandaag. Ik kom namelijk net gisteravond terug uit Ibiza. En die avond daarvoor ben ik gaan stappen in Ibiza en ik heb niet geslapen. Dus ik ben helemaal gesloopt. Ik merk ook dat ik nu echt ziek ben. Ik ben echt super verkouden en buikpijn. Omdat ik volgens mij water binnen heb gekregen daar in Spanje. Maar goed, dus nu kan ik deze video gewoon onbewerkt lekker op internet zetten. En ik ga lekker even uitbrakken. En de rest van de week ga ik gebruiken om een superleuke vlog te maken over onze vakantie in Ibiza, dus die hebben jullie dan volgende week. Doei!